reed wel een goede, hele goede korte kuur en schoof 5 plaatsen op in het klassement naar de 12e plaats. Nou, ik ben benieuwd hoe zij het er vanaf brengt. Zij was ook bij de Olympische Spelen, werd daar 10e en 5e dus bij haar eerste Europese kampioenschappen in januari. Kijk, dat is heel moeilijk wat ze daar doet. En dat is bijzonder voor die drievoudige loets. Vooral bij de flip. Enkele axel. Boiler, drievoudige salchow, double cherry flip. Doet ze weer hetzelfde voor die loets. Nu wordt hij dubbel. Oh jee, oh jee. Enig om naar te kijken. Het is jammer dat het niet zo goed gaat als bij de Europese kampioenschappen. Toen ze werkelijk perfect schaatsten. En u ziet hoe ze ook haar pirouette niet afmaakt. En dat is allemaal een teken van moeheid. Yelena Gedevanishvili uit Tbilisi in Georgië. Daar is ze geboren, maar ze traint in Moskou bij Yelena Vodoretsova.